van vandaag. Hallo, welkom bij het verhaal van vandaag. Vandaag is er een heel bijzonder iets gebeurd. Namelijk, in het bejaardentehuis De Saaie Snoek is iets heel bijzonders gebeurd. Meneer Barrelsteen van 120 heeft voor het eerst in 10 jaar de bingo gewonnen. We gaan kijken wat hij ervan vindt. Meneer, wat vindt u er nou van? Dat ik heb gewonnen? Nou ja, ja, ik vind het wel echt geweldig. Want ik heb nog nooit gewonnen. Het kwam echt door mezelf wel. Want als ik in iemand anders lichaam had gezeten, had dat natuurlijk nooit gelukt. Want ja, ik ben er gewoon heel goed in. En ja, ja, dat ligt het gewoon aan. Ik heb ook een geweldige prijs gewonnen. Kijk, dit potje nagellak. Ik heb er nog niet op gedaan, want ik weet niet hoe dit werkt. Maar dat was in mijn tijd nog niet, maar ik denk dat dit heel modern is. En ja, ik ben er gewoon ongelooflijk blij mee dat ik heb gewonnen. Het kwam natuurlijk wel door mezelf. Oké, we gaan vragen aan de andere bejaarden wat hun ervan vinden. Mevrouw, want vindt u dat meneer Barrelsteen voor het eerst in 10 jaar de bingo heeft gewonnen? Oh, mevrouw, moet u eerst niet uw kunstgebit uitdoen? Ik vind het dus heel knap van die meneer. Maar ik vind ook dat, ja, hij heeft al 10 jaar de bingo niet gewonnen. Ik win altijd. Dus bijzonder en ook erg leuk voor hem. Maar hij is altijd zo'n beetje iemand die, zoveel onzin uitkraamt en een beetje dement. En daarom vind ik het ook een beetje vreemd, want hij vergeet snel dingen. We moeten het kort houden. Oh ja, sorry, maar ik hou erg van kletsen. Maar dus ik vind het een beetje... We moeten naar de volgende, mevrouw. Goed. Oké, op naar de volgende, mevrouw. Hallo, mevrouw. Wat vindt u dat meneer Barrelsteen voor het eerst in 10 jaar hier de bingo heeft gewonnen? Meneer Barrelsteen? Nou, ik zit hier dan al 20 jaar. En ja, zeg maar, ik brei al 20 jaar. Ik heb trouwens ook nog sokjes. Kijk, wat mooi gebreid, hè. Die past jou echt perfect. Ik denk dat vind jij zeker weten heel leuk. Ja, maar... Alsjeblieft, je mag ze houden. Nee, ik doe maar meteen aan. Nou, doei. Ze kosten slechts 1 euro. Wacht, ik pak ze wel even. Ja, leuk hoor. Oh, ja, ik ga weer verder met breien. Nou, oké. Doei, mevrouw. Meneer, wat vindt u ervan dat meneer Barrelsteen heeft gewonnen? Die Barrelsteen? Het is super oneerlijk. Altijd van niks en hij heeft altijd vals gespeeld. Het klopt gewoon niet dat hij heeft gewonnen. Het is oneerlijk. Ik zit hier al 30 jaar en mij is het nog nooit overkomen dat die Barrelsteen heeft gewonnen. De laatste keer was 10 jaar geleden. Wat heeft u anders gedaan waardoor u wel heeft gewonnen? Ik heb gewoon, de anderen die wonnen altijd. Ik liet ze tenminste winnen, want ik ben natuurlijk heel goed. En ik wou dit keer gewoon weer een keertje winnen. Dus heb ik een klein beetje, dan heb ik gewoon heel erg vals gespeeld. Nee, ik heb niet vals gespeeld. En ik heb ook echt niet alle kaarten verwisseld. Wat? Dat heeft u wel gedaan. Dat zei die andere meneer ook al. Dat weet ik best. Leugens. Hij heeft vals gespeeld. Ik weet het wel, als u nooit heeft gewonnen. En u zei het net zelf, ik heb vals gespeeld. Dat is wel waar. Geef dat bordje terug. Jongens, hou op, hou op. Kijk, nu heb je hem bewusteloos geslagen. Wij moeten weer rekening betalen. Hou op, hou op, hop. Oké. Dit was het verhaal van vandaag.